Wie trekt hem ook aan een koe? Ja, grap, ik zit te toeteren, ze gaan niet aan de kant. Ik zit gasten geven, ze gaan niet aan de toeteren. Toeteren. Dus ik was onderweg naar hier. 2 uur rijden. En ik kom en er zitten 3 à 4 koeien op de weg. Liggen. Dus ik boer Joep, ik zeg, jongen, ik ben al een beetje te laat. Hoe krijg ik die koeien weg van de weg? Weg van de weg, rij me dan. Hij zegt dus tegen mij, je moet aan zijn staart trekken en een beetje naar links trekken. Nou, ik het doen. Die koe springt omhoog en ik krijg een volle pegel tegen elkaar. Dit komt daardoor. Ja. Dit komt daardoor.